Ja, criminelen houden zich al jaren op grote schaal bezig met het zogenaamde skimmen. Door speciaal geprepareerde apparatuur op een geldautomaat te plaatsen, kunnen skimmers de gegevens van uw pinpas kopiëren om vervolgens met een vervalste pas uw rekening te plunderen. Dat geld komt rechtstreeks terecht in de zakken van internationaal georganiseerde criminelen. En vooral afkomstig zijn ze uit Roemenië. Hoe doen die skimmers dat nou? Gewoon midden op straat en op klaarlichte dag. Kijk maar. Het lijkt alsof deze man een bankpas in de geldautomaat steekt. Maar in werkelijkheid plaatst hij in één simpel gebaar een valse kaartlezer over de echte. Dan haalt hij een volledig van tevoren geprepareerd element tevoorschijn, waarin een minicamera verborgen zit om pincodes af te kijken. Eerst nog even de beschermlaag van het dubbelzijdig tape eraf halen en dan hup, opplakken die handel. Goed aandrukken, de kaartlezer nog even checken en klaar is die. Voor iemand die het niet weet, is bijna niet te zien dat er met de geldautomaat geknoeid is. Bijna niet, want wie goed oplet, kan vaak toch wel iets zien. Let maar op, de skimmers zijn nog maar net vertrokken, of er komt een klant die meteen ziet dat er iets niet klopt. Hij voelt nog even aan de kaartlezer, aarzelt toch nog even, maar nee hoor, toch de pas er maar ingestopt. Dat is dan de eerste pas die hier geskimd wordt. Waarschijnlijk kan deze klant zich achteraf wel voor zijn hoofd slaan dat hij niet geluisterd heeft naar zijn intuïtie. De skimmers houden waarschijnlijk in een auto of op een terras voortdurend op korte afstand de boel in de gaten. Deze klant heeft net gepind, maar hij heeft blijkbaar haast. Hij rent naar zijn auto. Meteen daarop lopen de skimmers opeens voorbij. En ze komen terug. Waarschijnlijk zijn ze bang dat de man wegrende om de politie te waarschuwen. Dan moet de apparatuur er nu van af. Zolang niemand doorheeft dat de automaat geskimd is, worden er namelijk geen bankrekeningen geblokkeerd en kunnen de skimmers doorgaan met het plunderen van rekeningen. Zorgvuldig worden alle sporen verwijderd, ook restjes lijm. Aan de geldautomaat is niet te zien dat er skimapparatuur op heeft gezeten. Ja, en deze skimmer in de streepjestrui, die is inmiddels aangehouden. Daarom hadden we hem ook onherkenbaar gemaakt. Maar deze man met de dikke buik, die wordt nog gezocht. Straks bekijken we hem nog een keer en nog meer skimmers die bij een groep horen die al een tijd in heel Nederland actief is. Maar eerst over dat skimmen. Skimmen is het met bepaalde technische apparaatjes kopiëren van de magneetstrip van je bankpas en het afkijken, vaak met cameraatjes, van de pincode die erbij hoort. En daarmee wordt er dan een valse pas gemaakt en met die valse pas wordt in binnen- of buitenland het geld van je rekening gehaald. Hoe vaak gebeurt dat nou? De incidenten dat er geskimd wordt bij een geldautomaat of een betaalautomaat, dat gebeurt de afgelopen jaren toch vele honderden malen. Maar het betreft steeds een groter aantal pasjes. Dus bij één skimincident kunnen wel 100 pasjes betrokken zijn. Dat is een groot aantal incidenten. Over wat voor bedrag hebben we het dan? Over wat voor schadebedrag? Nou, je hebt het al snel over enkele tienduizenden pasjes. Dat wil niet zeggen dat die allemaal misbruikt worden. Ze worden wel gekopieerd, maar of ze ook daadwerkelijk misbruikt worden, hangt er vanaf hoe snel er gemeld wordt en hoe snel de pasjes weer geblokkeerd worden. Maar het schadebedrag over 2008 bedroeg 31 miljoen. Maar wie betaalt het nou allemaal? Wie draait er voorop? Uiteindelijk betalen de banken deze schade. Het komt omdat de apparatuur die is zo geavanceerd dat meestal klanten gewoon niet doorhebben dat er kopieerapparatuur op een geldautomaat zit. En de redenering is, ja, een klant kun je moeilijk zeggen dat hij onzorgvuldig is geweest. Als 10 klanten of 20 klanten bij diezelfde geldautomaat gekopieerd zijn, dan ga je natuurlijk niet in discussie mee. Dan krijgt die klant gewoon zijn schade terug. Dus ze krijgen altijd een geld terug? In principe wel, ja. Hoe komt het nou dat dat zo moeilijk te bestrijden is? Het is zo lastig te bestrijden omdat, ja, wij hebben het dan meestal over een wapenwedloop. Iedere maatregel die je als banken treft tegen een bepaald soort apparaatje prikkelt natuurlijk de criminelen om weer iets nieuws te ontwikkelen. Je hebt verschillende type apparatuur. Je hebt geldautomaten in een aantal soorten en maten. Je hebt betaalautomaten in een aantal soorten en maten. En men spitst zich steeds toe op een mooi apparaatje wat precies bij een bepaald soort apparaat werkt. Wat we hier zien zijn een aantal hulpmiddelen om uiteindelijk tot het resultaat te komen dat de bankpas geskimd wordt. We zien hier een aantal pasinvoeren liggen en een paar balkjes die gebruikt worden aan de bovenzijde van de geldautomaat. Okay. Met deze pasinvoeren die geprepareerd zijn, kan men de magneetstripgegevens kopiëren. Tezamen met de beelden die opgenomen worden door middel van een zogenaamd camerabalkje, waarbij apparatuur
in de balk verwerkt is met een cameraatje. Ja. En wat door een heel klein gaatje, een minuscuul gaatje, 1 mm is voldoende. Ja. Kan men door middel van die opname de pincode van de desbetreffende klant aflezen. Maar hoe kun je als klant toch zien dat er iets niet in de haak is, dat er iets niet klopt? In zijn algemeenheid is dat natuurlijk moeilijk te zien. Maar je kunt toch oplettend zijn op het moment dat je gaat pinnen. Kijken of dat er misschien iets los zit. Dat er lijmresten aan de geldautomaat zitten. Of bijvoorbeeld wanneer zich zeg maar naden op de geldautomaat bevinden die daar normaliter niet thuis horen. Mm-hmm. Vaak zie je dat met het camerabalkje, dat bevestigd is met dubbelzijdig plakband. Als je dan ook nog kunt constateren dat er inderdaad dat gaatje boven het toetsenbord aanwezig is, nou, dan weet je bijna voor 100% zeker dat je hier te maken hebt met een geskimde geldautomaat. Yes. Is het nog wel veilig, dat pinnen? Ja, pinnen is nog steeds voldoende veilig, gelukkig maar. Maar skimmen is er ook. Dat is een verschijnsel wat niet zomaar van de ene dag op de andere weg gaat. De banken die treffen technische maatregelen. Ook alle pasjes worden vervangen. De magneetstrip die wordt vervangen door de veilige chip. Daar zijn we druk mee bezig. En de apparaatjes op de geldautomaten zelf natuurlijk. Politie en justitie doet er alles aan. Die zijn alert, proberen zoveel mogelijk skimmers op te pakken. En het publiek zelf, ook via programma's als deze, moet zich ervan bewust zijn dat het verschijnsel er is. En dat je er met z'n allen wat aan kunt doen. Dus wees alert en meld onderraad zo snel mogelijk. Wat kun je nou als klant doen om dit te voorkomen? Nou, het eerste advies is: scherm altijd je pincode af bij het intoetsen. Dat is altijd goed. Twee, als je onraad vermoedt, er is iets geks met de geldautomaat. Voel eraan, zit alles goed vast? Of er houden zich misschien mensen verdacht op in de omgeving van de geldautomaat? Pin dan niet. En laat je niet helpen en laat ook niemand meekijken over je schouder. En het derde advies is: check altijd je dagafschrift via internet of het papieren afschrift op gekke afschrijving. En als je zoiets ziet, meld het ogenblikkelijk aan de bank, want dan kan de pas geblokkeerd worden. Belangrijk dus, hand strak over het toetsenbord als je pint. Want tegenwoordig hangen die afkijkcameraatjes zelfs aan de zijkant.